Welkom bij de breakout sessie over games. En eigenlijk proberen we hier echt ook een forum van te maken. We hebben dus de tafels weggehaald en wel mensen op stoelen neergezet. En we willen als even kan het interactief maken, zoveel mogelijk. Dus ik ga ook de zaal inlopen, jullie vragen stellen. En schroom en aarzel niet om je vraag en je mening. En ook als je dus iets niet weet of iets niet begrijpt. Want dit zijn typisch dingen waar veel jargon kan vallen. Zeg het dan. Dat is helemaal niet erg. Want de dingen gaan soms zo snel dat ik heb het ook voortdurend alle dagen. Dus dat is helemaal niet zo gek. Ik ben Jille Sol. Ik doe dit soort dingen. Ik ben ook dagvoorzitter. Ik ben vooral business modeler. Dan leid ik workshops in company en doe ik trainingen. In februari, ook voor het Stimuleringsfonds van de Pers, hebben we een dag over verdienmodellen, trendwatching en scenario maken gedaan. En Stimuleringsfonds van de Pers heeft mij gevraagd deze sessie te helpen in goede banen te leiden. En dat zal eigenlijk betekenen dat ik probeer mijn mond te houden, maar ik ga ook vragen stellen. Dus dat deze heren, want die weten veel meer van games dan wij allemaal bij elkaar, gaan ons daarbij helpen. Oorspronkelijk was het idee van de titel die we mee wilden geven is: wat kan de perssector van de gamesindustrie leren? Maar dat klonk weer bijna wat betuttelend. Dus we hebben dat eigenlijk gezamenlijk gezegd van games en nieuws, hoe gaat dat samen? Want dan ben je gewoon wat meer aan het zoeken. Want er moet nog heel veel gezocht worden. Daar gaan we het ook over hebben. En twee van de heren zijn ook journalist. En de derde is zelfs hoofdredacteur van een blad over gaming. Dus die weet wel hoe dat gaat. Ik wou het als volgt doen. Dus hoe gaat dat nou samen? We gaan straks even een klein voorstelrondje doen. Thomas heeft al een en ander gezegd. Maar die kan daar misschien op het eind. Komen we dan even bij jou terug. Dan ga je als laatste. Want dan heb ik meteen een specifieke vraag. En ik wil even een kleine check doen in de zaal. Wat is voor jullie gaming? En game jij wel eens? Nauwelijks. Dat nauwelijks, wat is dat dan? Dat is hooguit een potje kaarten. En online? Nee. Ja, veel te veel. Ja. ja, ik probeer het in te perken, want ik merk dat het heel slecht voor mijn productiviteit is. Dus ik hoop zo meteen te horen waarom het misschien wel productief is voor journalistiek. Kan ik misschien twee dingen combineren die... Jij bent ook journalist? Ja. Bij nu.nl. Oké. Dat is interessant. dit komt dus dadelijk op. Ben jij gamer? 3 maanden per jaar. Als in dan de rest van het jaar doe je niks? Of uitgesmeerd, als je alles doorrekent, dan ben je 3 maanden, kost het je? Of? Ik ben 3 maanden bezig en dan is het, daarna ben ik zat. En dan, en dan ben je fulltime daarmee bezig? Nee, soms, maar wel verslaafd. Neiging. Ja. En wat voor games? GTA, het laatste. En ook MMO's? Nee, daar ben ik minder van. Jullie weten wat MMO's zijn? Kun je even aan de dame vertellen wat het is? Wat was ik in ieder geval? Rollen spelen, toch? Enzovoort. Serious. Wat is het? Second Life. Dat soort toestanden. Ja. Je kan deze pakken. Nou ja, niet kan ik het verstaan? Ik bedoel, Habbo Hotel is in feite ook een MMO. Je speelt online met heel veel andere mensen samen. Is dat de kortste definitie? Ja. Ja, oké. Okay. En nu we toch bij jou zijn, game jij met dingen? Nee, simpele spelletjes, maar niet de echte games. Dus bij gamen denk ik meer aan wat mijn kinderen zeggen over Worldcraft en dat soort dingen. Maar dat, Vind je games leuk of zeg je ze stom of heb je er geen mening over? Ik denk dat ik er verslaafd aan zou raken als ik ermee zou beginnen. En hoe zit het hier? Ik ben Diana en ik game ook niet. Nee. En waarom zit je hier? Omdat ik vanuit de wetenschap geïnteresseerd ben erin. En ik zie dus game vooral als entertainment ervaring. Ja. Dus jij bent benieuwd, hoe zit het dan met nieuws? Ja, nou, de combinatie daartussen. Ja. Ga je eens een rij verder? Hallo? Ja. Ik zie alleen maar de W. Dus. Ja, Wiel Smet. Ja. Game jij? Ik, nee, game niet. Nou ja, als je schaken, social chess geen gamen noemt, dan doe ik het niet. En heb jij bijvoorbeeld kinderen die gamen? Nauwelijks. Nee. ze gamen niet? Of? Ik heb kinderen die niet gamen, laat ik het zo maar zeggen. Nee. Oké. Okay. Vind je gamen wel... Wat vind je iets van gamen?
Nou, ik zit hier omdat ik een jaar of 8 geleden ooit een game heb gespeeld. Die speelde zich af in het Midden-Oosten, waarbij journalisten beslissingen moesten nemen. Die sterk kantelden afhankelijk van het soort beslissing dat ze namen aan de kant van de Palestijnen of aan de kant van de Israëliërs. Ik vond het buitengewoon boeiend. Ik zit in het onderwijs, opleidingsjournalistiek in Tilburg. We hebben een jaar of 12 geleden al een keer gekeken van wat gaat dat voor onze opleiding betekenen. Moeten we onze studenten hier iets van meegeven. Maar het game is voor studentenjournalistiek wel een hele complexe omgeving. Dankjewel. Ja, fijn. Nee, maar ik game absoluut niet. Helemaal niet? Nee. En familie, kinderen of iets? Waar je aan ergert? Of dat je toejuicht? Ergende, zelden. Nee, maar ik heb 3 dochters en die gamen, maar dat is de Sims. Dat vinden ze leuk. Maar dat is volgens mij niet eens online, als ik me niet... Zijn de Sims online? Weet iemand dat? Ja, Sims kort. Ja. Net... Even. Nee, niet. Nou ja. Oh, Sims ken je wel. Oh, oké, goed. Ik dacht. Sims zijn ook games. Sims zijn ook zelfs games. Zelfs de best verkochte PC-game ooit. Kijk eens aan. Ik ga nog even hier. Hoe zit jij met gamen? Ik game heel vaak. Angry Birds, onder andere natuurlijk. Angry Birds. Wie kent Angry Birds niet? Oh, jullie spelen het ook? Hebben jullie allemaal ook gespeeld? Handen, iedereen gespeeld? Toch wel heel veel. En ik hou mezelf dagelijks bezig met serious gaming. Dus, voor je werk of ook? Nee, we hebben een bedrijf, bedrijfssimulatie.nl. En wij doen heel veel richting het bedrijfsleven. Dus wij laten bedrijven eigenlijk hun werkelijkheid bootsen wij na tot een gameomgeving. Ja. Met game elementen, laat ik het vooral niet een spel noemen. En zo kunnen zij zich eigen maken de toekomst, om het zo maar te zeggen, wat er gaat gebeuren. Even checken, iedereen weet wat een serious game is? Knikken of nee schudden. Iedereen knikt, geloof ik. Goed genoeg. En hier? Oh, hier worden aantekeningen gemaakt. Game jij? Ik ben een hele wilde gamer geweest, ja. Quake. Dat was wel langer geleden. Ja, echt een jaar gekweekt. Fulltime. Ja. Dat is echt heftig. Oké, nou, dus we weten een beetje van elkaar wat we zo al doen. Wil je mogen zeggen, ik vind deze heel erg leuk? Nee? Ik wil wat zien. Je wil wat zien. Dat gaan we zo ook heel even doen. Dat is, we hebben die ook staan. Dit is van een van deze mensen uit de groep. Even heel kort, klein voorstelrondje. Wie bent en wat jouw plek in de gamewereld is. En waarom je hier bent. Oké, hoi. Mijn naam is Matthijs Dieriks. Ik ben oprichter en uitgever van Control Magazine. Dat is het vakblad voor de Nederlandse gamesindustrie. We hebben een jaar of 5 geleden opgericht. En we doen heel veel activiteiten ook op het gebied van games voor de Nederlandse gamesindustrie. Maar jullie schrijven niet zomaar reviews over games. Jullie doen meer. Nee. Het is echt een vakblad, dus we schrijven voor game developers. En ik kom er net achter dat er zowaar een Nederlandse game developer gevonden die ons blad nog niet leest. Dat is, komt niet, gelukkig niet meer zo heel vaak voor, maar ja, leuk altijd om nieuwe mensen te leren kennen. Nee, inderdaad, het is een beetje over en voor de industrie. Dus vertellen wat er in Nederland gebeurt, welke bedrijven actief zijn en op welke gebieden. En je volgt de laatste trends, je doet verslag van congressen, dat soort zaken. En we hebben nu net een serious game special afgerond en die is niet voor de industrie zelf, maar die is voor potentiële opdrachtgevers van de industrie. Dus waarin we bijvoorbeeld aan een bank proberen duidelijk te maken van, nou, je kunt een game hier, hier en hier voor gebruiken en dit zijn de bedrijven die je daar eventueel voor zou kunnen inschakelen. Sorry, wat zei je? Je hebt niet gebeld. Oh, gelukkig. Oké, komen we op terug. Oké, dankjewel. Ludo. Ja, goedemiddag, ik ben Ludo Hekman. Een jaar geleden begonnen als freelance journalist. En op een gegeven moment ontdekt dat sommige verhalen zich heel moeilijk laten vertellen door het simpelweg op te schrijven. Toen hebben we op een gegeven moment een game gemaakt over Darfur. Want we dachten, een game is eigenlijk een hele complexe manier om een verhaal te vertellen. En daarmee een hele geschikte manier om complexe verhalen te vertellen. Dus wij benaderen met ons bedrijf Boots & Sanders Media, benaderen wij journalistieke verhalen vanuit de gaming. Dus we gebruiken een game als middel om een verhaal te vertellen. Dat is wat we doen. Ja, en we gaan ze ook even wat laten zien wat zij doen. Want dan krijgen we wat meer beeld, letterlijk. Thomas, kan je nog iets aanvullen op de net? Er zijn ontzettend, wat ik inderdaad kan aanvullen, we
De gaming- en nieuwskoppeling, daar is, dat is zo ontzettend in ontwikkeling. Wat jij doet is iets heel anders dan wat ik doe. Wat jij doet gaat uit van een onderwerp, een complex verhaal dat je zo goed mogelijk toegankelijk wil maken en het middel daarvoor is een game. Wat wij doen is eigenlijk het omgekeerde. Wij zeggen van nee, we hebben een netwerk van journalisten. En laten we eens kijken wat er gebeurt als we die koppelen aan heel veel mensen. En laten we kijken wat er dan ontstaat. En of we dan voor elkaar kunnen krijgen om ook een nieuw journalistiek product tot stand te laten komen. Een kanaal waar gewoon nieuws op te zien gaat zijn dat voortkomt uit die game. En dit zeg ik eigenlijk even omdat er geen goed en fout of verkeerd en weet ik wat is in dit veld op dit moment. Het is trial and error. Het is hard je kop stoten, opstaan en weer doorrennen. En waarschijnlijk zijn we over een paar jaar zover dat we kunnen zeggen van ja, dat werkt en dat werkt niet. En daar zijn wij heel graag onderdeel van met VJ Movement en Cartoon Movement. Want dat vinden we sowieso dat de journalistiek dat veel meer zou moeten doen. Lef tonen, om even aan te sluiten bij de dag van vandaag. En dingen uitproberen die volstrekt onlogisch lijken op het eerste gezicht. Je raakt iets aan wat misschien wat meer gaat leven. Als we heel even jouw voorbeeld laten zien, dan kan jij het verschil wat maken van wat jullie willen gaan doen. Ja, dit is een voorbeeld van een game die we in afgelopen jaar hebben gelanceerd. Ik moet even weer naar het beginnetje. Dat is denk ik handiger. En dit is geen Mac, dus het gaat er langzamer. Dit is een game over Afghanistan. En die is afgelopen december... Oké, heb je 200. Ah, ja, dat is beter. Afgelopen december is deze game gelanceerd. En eigenlijk is die bedoeld om het verhaal Afghanistan, wat toen een beetje Nederlands waren terug, het liep een beetje af, om eigenlijk terugkijken dat verhaal nog eens goed en in één keer integraal te vertellen. En dat hebben we gedaan samen met een journalist van Vrij Nederland en een journalist van de Groene Amsterdammer, die allebei heel vaak in het gebied geweest waren. Dus we hebben echt bestaand materiaal gebruikt om uiteindelijk een game te maken waarin het hele verhaal eigenlijk naar voren komt. En wat er eigenlijk achter zit, is dat er een hele grote doelgroep is van mensen die geen Groene Amsterdammer, NRC of Vrij Nederland leest, maar die heus wel een complex verhaal tot zich kan nemen, als ze maar op de juiste manier worden aangeboden. We gaan even kijken. Als je naar Afghanistan gaat, wees dan voorzichtig en werk alleen met mensen die je kunt vertrouwen. We willen dat je 3 radio-items maakt. Over de niet te stoppen opiumhandel, de jeugd, toekomstig Afghanistan, en de onduidelijkheid over het aantal burgerdoden. Ik zou in Herat beginnen, want het verhaal over opium moet als eerste af zijn. We hebben daar een goede fixer, Abdul Mateen Amin. Onthoud die naam. De deadlines zijn al vrij snel, dus we hebben haast. Er zijn ook wat goede contacten bij Sandless Council en Free Press Unlimited. Misschien kunnen zij je helpen aan een talk of iets dergelijks. Het land is getekend door tientallen jaren oorlog, maar als je respect voor de cultuur toont, zullen ze je warm ontvangen. Okay, dat is eigenlijk de briefing, dus nu is je game begonnen. Je hebt een inleiding gehad, je gaat als journalist naar Afghanistan en je moet daar radio-items maken over 3 grote thema's. Verder is de game opgebouwd eigenlijk uit 360 graden fotografie. Ha, goed dat je er bent. En Eva geeft steeds tussendoor instructies of zo. En Eva is je hoofdredacteur. Die geeft elke aan als jij je radar hebt afgerond en je levert het in. Dan zegt zij van nou, dit is nog wel een beetje weinig hoor en wederhoor toegepast. Dus ga nog maar een keer het veld in. Dus zij is zeg maar degene die jou controleert. Nou, het is opgebouwd uit de 360 graden fotografie. Dit is je cockpit eigenlijk. Daarin verzamel je audiofiles. In de hele game zijn overal audiofiles te verzamelen. Dat zijn bronnen eigenlijk. Hè. De mensen, quotes van mensen of achtergrond of feitjes, statistieken. Allemaal dingen die je kan vinden in de game als je de juiste beslissingen neemt. Nou, die bouw je op, dan krijg je een lijstje. Dat lijstje kan je bron uitpakken. Die sleep je naar je editor is het eigenlijk. Daar stop je eigenlijk dus je quotes in. En dan maak je je eigen radio-item. Die verstuur je
En dan zegt even je nek of het voldoende was of niet. En dan krijg je volgens punten voor op een aantal levels. Kan je hem ook echt versturen naar mensen? Of blijft het bij je altijd binnen de game? Nee, je kan een mp3 downloaden. En die kan je, daar kan je mee, die kan je opsturen. Of naar, daar kan je dingen mee doen. Ja. Wat was de vraag? Wordt het automatisch nagekeken? Ik doe het even voor de video. Ja. Automatisch nagekeken? Er zit een standaard achter. Als je bepaalde percentages scoort op voor betrouwbaarheid, dan krijg je feedback op je betrouwbaarheid op basis van het percentage. En dat geldt ook voor zorgvuldigheid en de kwaliteit van je uitzending. Het gaat dus over welke bronnen knip je in. Ja, hoeveel heb je gevonden? Heb je alle verschillende partijen benaderd? Maar ik bedoel over het eindproduct, als het puur over het eindproduct gaat. Meet je dat ook? Of ga je juist het proces naar dat eindproduct toe? Meet je daarop? Of... Je meet achteraf krijg je een score in percentage en daarmee ben je in beeld eigenlijk of maak je inzichtelijk in hoeverre jij de juiste bron hebt gekozen voor je radio-item. Maar ook of jij überhaupt voldoende bron hebt gekozen. Er worden een aantal variabelen in gebruikt. Want dit is bedoeld voor scholen, hè? Toch? Uiteindelijk. We hebben het, ja. Dus die moeten eigenlijk leren van welke keuzes maak ik. En er wordt een soort Eva of iets of iemand maakt een beoordeling van heb je de juiste beslissing genomen? Ben je... Ja. Steeds goed links of rechts af gegaan. Ja, klopt. En Thomas zei al van, dit is een beetje trial and error. Wij zijn nooit begonnen met het idee dat we games gaan maken voor het onderwijs. Maar het blijkt dat de dingen die wij maken door het onderwijs worden omarmd als middel om bijvoorbeeld mediawijsheid of een bepaald thema eigen te maken. Dus, en tegelijk is het een partij die geen inhoudelijke belangen heeft. Dus je kan nog steeds heel onafhankelijk je materiaal maken en brengen, zeg maar. Dus, ja. Hier is een vraag. Ja, ik had een vraagje. Is het nu alleen maar informatie verzamelen? Of is het, want ik dacht alleen al het eerste verhaaltje van Eva bevat al elementen voor een complete game. Namelijk van neem je de juiste beslissing met de juiste fixer of neem je de verkeerde fixer. Ben je niet aardig tegen de Afghanen of wel aardig tegen de Afghanen? Word je overhoop geschoten of niet? Bedoel, dat zijn allemaal... Het zit er allemaal in, klopt. Jij wordt niet overhoop geschoten, dan niet. Maar dat je dus de afloop van het game zelf heel erg kan bepalen. Dus dat het open-ended is, zeg maar. Ja, nou, het is open-ended in de zin dat je als je verkeerde beslissing hebt, bijvoorbeeld als jij de cultuur niet kent. En je komt bij een klein dorp waar mensen heel conservatief zijn. En je moet toch de dorpsoudste spreken omdat je iets wil weten over de lokale opiumhandel. Dan moet je wel hem op die manier benaderen. Dat hij ook daadwerkelijk bereid is om met jou in gesprek te gaan. Dat zit erin. En als je het dus verkeerd doet, dan krijg je die bron niet. En dan kan je dus een minder goed item maken. Oké. Enige tijd geleden, ik denk dat dat vorig jaar is geweest, heeft de Telegraaf in samenwerking met de Landmacht, weet ik niet eens zeker, allerlei video-items gemaakt. Waarin ook, laat maar zeggen, niet zozeer een game-element zat, maar wel reality-elementen. Is daar ooit vanuit jullie perspectief over nagedacht om dat samen met de Landmacht of de desbetreffende defensie-eenheid die er zat... tot stand te brengen? We hebben wel overwogen. Of in ieder geval, we zijn natuurlijk op zoek gegaan naar partners die het mede mogelijk konden maken. Want het is natuurlijk wat duurder dan een verhaal schrijven. Maar uiteindelijk is de Landmacht niet een hele fijne partij om journalistiek mee samen te werken. Want het is gewoon een partij die veel belang heeft. Dus de Telegraaf die daar wel mee samenwerkte, dat was volgens jou niet heel handig? Nou, ik ken niet inhoudelijk, ik heb de films niet gezien, maar ik heb daar wel vooraf wel mijn twijfels bij inderdaad. Maar het kan best zijn dat er wat goeds uitgekomen. Maar vooraf zou ik zeggen, vind ik wel opmerkelijk. Ja. Maar goed, waar je dan eigenlijk aan raakt is van dus games, journalistiek, de zuiverheid, de onafhankelijkheid. Maar ik begrijp van jou ook dat het ook juist bedoeld is dat ze leren hoe ben je een onafhankelijke reporter. Ja, toch? Dat juist ook een hele belangrijke is in dit spel. Ja. En dan zijn dus de partners waar je mee werkt een heel belangrijke in die keuze. Ja. 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 Mag ik jullie even terug uitnodigen? Ja. Kan je een voorbeeld laten zien van hoe zo'n keuze dan eruit ziet? Ja, dan moet ik even wat verder de game in gaan. Dat kan wel heel snel, maar ik weet niet of het... Of doen het aan het einde even. Mag het aan het einde dat dan... Heb je genoeg beeld op dit moment? Hoe het ongeveer gaat? Kan je dat heel snel iets produceren? Ja, ik in de newsroom? Ja, dat kan. Want, kijk, bij games heb je twee scholen. De ene zegt, het gaat om het verhaal, de andere gaat om de regels. Dus ik wil even kijken hoe jullie met de spanningsverhouding omgaan. Je kijkt wat gefronst, Matthijs, bij deze vraag. Kom er zo even op terug.
Of ben jij nog even bezig? Want dan kan Matthijs even daarop reageren. Ik weet niet of ik het goed kunnen lezen. Hier staat, in deze straat moet je eerst een tolk vinden, want je spreekt de taal van deze mensen niet. Ze spreken Dari. Dus heb je al je eerste informatie eigenlijk al overgedragen. Even Jinek, je eindredacteur, tipte je een tolk met de naam Abdul Mateen Amin. Die naam, die man kun je dus vertrouwen. Nou, dan ga je rondkijken en dan blijkt je dat je met mensen kan interacteren. En dit, hier zie je dus een 360 graden fotografie die eigenlijk de basis is voor het in beeld brengen van de verhalen. Mijn naam is Abdullah Karouche. Ik ben tolk en ik ken iedereen hier en heb voor de Amerikaanse krant de New York Times gewerkt. Je kent hem verder niet, maar het is niet de naam die Eva Jinek noemde. Ga je ermee samenwerken of niet? Nou, negeren of inhuren? Laten we zeggen, we gaan hem even inhuren. Nou, dan krijg je meteen de consequentie. Dat is een van de belangrijke dingen die in game zit. Je krijgt direct feedback op wat je doet. Uitgeleverd aan het voer dus. Nou, daar heb je een resultaat volgens mij. Is daarmee een antwoord op jouw vraag? Maar even, want wat bedoelde jij met die vraag? Want jij draaide meteen om van, hey, er is iets. Is dit een issue in gamewereld? Ja, als je het hebt over game design versus verhaal, wat is het belangrijkste? Is heel lang is geroepen van, ook de graphics, het verhaal, dat is heel belangrijk. En je zag de laatste paar jaar een trend waarin zei, ja, het gaat alleen om game design. En met game design bedoelen we niet het visuele design, maar de spelregels inderdaad. En de laatste tijd zie je weer een beetje een omslag. Waarin wordt gezegd van, ja, we hebben nu zoveel spelletjes die er eigenlijk zo armoeig eruit zien. Het gaat juist ook weer om veel meer dan alleen die regels. Dus de combinatie van de regels plus het verhaal en de graphics, dat is immersie. En ik denk dat, nou ja, dat is precies ook waar jullie volgens mij mee bezig zijn. En dat geldt eigenlijk voor, of je het nou voor nieuws gaat of voor leuke spelletjes voor kinderen. Nou ja, deze versmelting is eigenlijk. Ik denk dat als je het over nieuwsgames hebt, dan heb je het volgens mij met name, correct me if I'm wrong, dan heb je het volgens mij met name over een soort serious games. Je wil mensen iets, je wil iets inzichtelijk maken, je wil keuzes inzichtelijk maken of je wil een situatie inzichtelijk maken. Ik denk dat daarin heel belangrijk ook is de mate waarin je mensen daarin meetrekt. De mate van, ja, wat wij dan in ieder geval binnen de gamesindustrie noemen immersie. Want hoe dieper je iemand in zo'n game, in zo'n verhaal trekt, hoe dieper hij ook die keuzes zal voelen. En de situatie zal proberen te begrijpen en hem daardoor ook beter zal onthouden. En daarom is immersie. Ik denk dat je geen nieuwsgame kan maken die. Immersie, wat bedoel je daarmee? Oh, sorry. Ja, in hoeverre je wordt ondergedompeld, voel je als het ware in die game. En dat is een beetje het probleem waar jullie natuurlijk mee tegenaan lopen met de keuze met 360 fotografie. Dat is een beperkte keuze in zoverre, want ja, ik wil vervolgens die kant op lopen. Dat kan niet, want dat staat niet op die foto. Maar Matthijs, jij zegt volgens mij eigenlijk dus, als we het hebben over nieuws en games, dan is immersie waarschijnlijk een hele belangrijke. Het is een extreem belangrijke. Dus het echt het onderdompelen, meemaken. Daar zit een vraag. Ja, als immersie dan zo belangrijk is, waarom is er dan per se gekozen in dit spel om een reporter te zijn? Want heel veel mensen zijn dus niet op deze manier een reporter. En het is voor mij als speler, ik ben een journalist, maar stel je voor dat ik een ander beroep had, dan is het misschien best lastig in te leven in hoe het is om een reporter te zijn. Dus mis je juist weer die immersie, omdat je in een persoon moet inleven waar je niet mee kunt identificeren. Waarom is dan die keuze gemaakt? Nou, ik denk dat wat Thomas ook zei, net in de grote zaal, het idee van correspondentschap, dat is best wel avontuurlijk. Dus volgens mij is het voor heel veel jongeren, zeker als je zegt, je gaat naar Afghanistan, even Jinek, die stuurt je op pad met een opdracht, daar wordt het gewoon best wel tof van. En wij merken ook dat als jongeren hiermee werken, dat ze zich serieus genomen voelen worden en dat ze heel erg bereid zijn om in het verhaal te duiken. Ja, maar goed, het is ook wel wat jij zegt, is ook wel waar hoor. Zo'n 63 graden foto, ook al zit er dan perspectief, hè, het is wel met een fish eye lens gemaakt, dus er zit wel iets van perspectief verbuiging in. Maar je blijft wel, je moet groeien met de riemen die je hebt. En je kan niet een game maken van 3 miljoen, want daar zoveel budget is er niet. Dus ja. Je kiest voor wat het, zeg maar, het meest haalbare binnen. Ja. Precies, ja, voor punt. Pak jij dan een microfoon? De laatste game die jij hebt gespeeld was?
Diablo 3. Diablo 3. En wat ben je in het Diablo 3? Een vrij anoniem karakter dat ik zelf heel makkelijk kan invullen. En ik ga heel veel klikken en dan gaan de dingen dood. Maar je weet waar ik naartoe wil. Ja, inderdaad. Je neemt vaak in een game juist de rol aan van iets dat je in het werkelijke leven niet bent. Anders zijn we allemaal saaie huismannen of iets dergelijks. Klopt, maar dat is ook niet een bepaalde immersie in het karakter of in het verhaal. Wat natuurlijk bij een nieuwsgame veel interessanter is. Ik bedoel, in Diablo... Er komt een stuk tekst en ik ga doorklikken en het verhaal interesseert me niet zoveel. Ik wil gewoon klikken en dingen gaan dood. In zo'n nieuwsverhaal lijkt me juist een heel ander doel, dat je het verhaal beter moet begrijpen. Dus dat de rol die je speelt, dat wel een... Dus ik vraag me ook af van welke andere rol dan een nieuwsreporter zou je bijvoorbeeld in zo'n nieuwsgame kunnen... Nou, die kan ik wel beantwoorden, want volgens mij op jullie site zet dat al een aantal linkjes toch? Van de site van deze dag. En er staan een paar voorbeelden en ik heb er gewoon ook een paar daarvan gespeeld. En één heet dan Inside Haiti. En dan kan je inderdaad, en dat is dan in plaats van foto's, het videomateriaal. En ook dat soort keuzes. En dan krijg je op je laser van de news editor uit New York of Toronto of zo. Maar dan kan je kiezen van ben je de reporter, ben je slachtoffer of hulpverlener, geloof ik. Dus daar heb je keuzes voor rollen. Anders ben je nog steeds een reporter. Dus wat voor andere soorten rollen zou je dan anders kunnen spelen in een newsgame? Dat vraag ik me. Ja, dat ging dus daar, had je dus keuze uit 3. En ik moet zeggen, ik was ook wel interessant, ik had het nog nooit gedaan. Ik voelde me totaal immersed. Ik zat er echt helemaal in. En oh, ze zijn blij in Toronto met mijn keuzes. Zodat, weet je, krijgt dat van die dingen van corrompeer je jezelf? Weet je wel, met wie ga je in zee? Of dat je wordt uitgeleverd aan, aan de Taliban. Maar goed, we hebben het onder andere laten zien om het verschil ook even te laten zien. Hè? Nee, ik wou nog even iets aanvullen, want jij zei een nieuwsgame dat bijna niet anders kan zijn dan een serious game. Wij proberen daar, nou, je zei het iets anders, maar je zei van je komt wel heel dicht in de buurt. Wat was je formulering ook weer precies? Maar in elk geval, wat ik in ieder geval wil zeggen is, wij proberen er toch inderdaad vandaan te blijven en meer in die newsgame een spel te maken waarbij je, net zoals bij een Habbo Hotel-achtig spel, dus inderdaad kunt zeggen van hé, nu wil ik daarheen lopen in een virtuele wereld en nu wil ik daarheen lopen. En onderweg kom je eigenlijk dingen tegen zoals jij hier laat zien. Waarbij je dus scenario's gaat spelen binnen zo'n spel. En die scenario's heb je weer nodig. Stel, je gaat naar Iran, ja, dan moet je een visum hebben. Hoe ga jij het voor elkaar krijgen om een visum te krijgen voor Iran? En inderdaad, van ga je zo zitten? Nou, dan weet je zeker dat het niet gaat lukken. Want die meneer die wil de zool van je schoen niet zien. En allemaal van dat soort dingen gaan er dan inderdaad ook in zitten. En dan uiteindelijk ben je door en dan... speel je weer verder en dan ga je in jouw virtuele wereld, loop je Iran in. En dat is dus inderdaad de combinatie van de twee die wij graag willen doen. Dan toch heel even terug over de definitie serious games. Dat is natuurlijk sowieso een heel wazige definitie. Volgens mij is hoe wij hem althans hanteren, heeft niet te maken met hoe je zo'n game invult. Heeft alleen te maken met het doel van de game. Een serious game heeft een ander doel dan tussen aanhalingstekens slechts vermaak. Dus je kan van heel veel bestaande games, zou je heel makkelijk serious games kunnen maken met een paar kleine wijzigingen. Ik vind zelf bijvoorbeeld SimCity, ik weet niet of jullie dat kennen, daarin neem je de rol aan van een burgemeester van een stad. Heeft mij heel veel geleerd over politiek, over belastingen, over de samenhang daarvan. Ik denk dat we dat tegenwoordig heel snel een serious game zouden noemen en dat zouden we aan leerlingen geven om ermee te gaan leren, om het zo maar te zeggen. Dus het serious game bedoel ik alleen mee het doel en niet of het een helemaal aangekleed spel is of niet. Is een fun factor als in lachen, gieren, brullen of gekke dingen? Maar hoeft niet. Nee, oké, okay, ja. Nou ja, goed, wat ik al eerder zei, want voor ons is wel een van de pijlers, is dat vermaak. Het moet gewoon wel... Ja, wat ik ook zei, het is natuurlijk een game die ga je op Facebook spelen. We mikken op grote groepen spelers. En ook als we straks misschien nog hebben over businessmodellen, dan moet je toch ook denken aan grote hoeveelheden mensen. Mm-hmm. En die krijg je alleen met een spel dat echt aanspreekt, omdat het gewoon leuk is om te doen. Dus daar in die zin is dat wel ons uitgangspunt. Ja, het moet een journalistiek spel worden en het moet een journalistiek product ook gaan opleveren. Dat is ons doel. Maar als we kijken naar voor wie het maken, dan is het doel voor ons dat de speler zich vermaakt. En als je zegt, het moet iets opleveren, dat is dus anders dan in het spel. En wat Leo liet zien, want ik heb gespeeld dat Haiti-ding. Dus je blijft niet binnen het spel, het levert iets op in de echte wereld, toch? Er gaat een YouTube-kanaal komen waarop alles te zien is. Er wordt gewoon een zender waarop alles te zien is dat gemaakt wordt. Nieuws dus dat gemaakt wordt op basis van de game.
Dus het wordt gewoon een, nou, zoals het ook in het Stimuleringsfonds het zelf omschreef, een nieuwe vorm van journalistiek, een nieuw medium. Nee, nog niet. Wij ontwikkelen. Het is voor ons een enorm mooie rollercoaster eigenlijk dit, om dit vanuit de journalistiek te gaan ontwikkelen. En we zijn nu in gesprek met allerlei partijen, met grote merken ook, om die te koppelen aan NewsGame. En het laatste wat we dus doen is het grafisch ontwerp. Want dat hangt er vanaf met wie we uiteindelijk in zee gaan. En dan even. Kan je dan wel iets vertellen over wat dan het businessmodel is? Is dat dan, zoals je net al zegt, gericht op zoveel mogelijk spelers en dat kapitaliseren? Of is het bedoeld om vooraf, laat maar zeggen, de Nike's van deze wereld te benaderen zoals veel voetbalgames zijn begonnen? Ja, we doen nog even hoor. Kunnen we heel even, want ik wil even het journalistieke stukje kijken. En dan gaan we daarna even naar de businesskant. Want dan kunnen we dat met je bij elkaar doen. Maar hou die vraag even vast. Dat is een goede vraag. Want qua journalistiek ben ik dan wel benieuwd. Als jullie zeggen, we hebben ook partners nodig. En dat is ook de vraag, die kwam ook uit jouw koker net. Van, hoe zit het dan met de zuiverheid, de onafhankelijkheid? Van de journalistiek? Nou ja, in dit spel. Want je wil een journalistiek spel maken. Maar mag ik jou de vraag even terugkaatsen? Waarom zou die in het geding zijn? Nou, omdat daar waren net wat vraagtekens over. Van, grote partijen hebben de angst van elke redactie. Adverteerders willen inspraak, willen invloed en dat soort zaken. Ik denk dat in generale zin het idee is. Een angst. Ja, je koppelt zo'n spel aan een groep, aan een netwerk van onafhankelijke journalisten die de content maken. Dat is één. En de tweede is, ik vind het altijd een discussie. Waar ik toch wel veel vraagtekens bij stel. Als het niet onafhankelijk zou kunnen zijn omdat het vanuit adverteerders wordt betaald, dan hebben we toch met de Wereldomroep op dit moment een fantastisch voorbeeld van dat het ook niet onafhankelijk kan zijn als het vanuit het publiek wordt betaald. Dus ik denk dat je ook weer in het kader van het LEF een mooi moment is om de gedachte los te laten dat er zoiets bestaat als volstrekt onafhankelijke journalistiek. Ik geloof dat Matthijs daar wel wat wil en dan heb ik hier ook nog iemand. Nou ja, inderdaad, op het gebied van journalistiek ben ik dat heel erg met je eens. Maar je krijgt bij games, zeker als mensen keuze moeten maken, krijg je te maken, we hebben daar een hele tijd geleden, probeerden we daar een onderzoek naar te doen, krijg je te maken met hele andere dingen. We hebben het al een paar keer gehad over de regels. Die regels moet iemand maken. Ga ik weer even terug naar mijn SimCity voorbeeld. Dat is wellicht ook van toepassing op de game die jullie gaan maken. Nou, of inderdaad hier. Degene die de regels maakt, legt er zijn mening in. Als ik zeg belasting verhogen tot 10% omdat ik dan in een mooie straat kan aanleggen, omdat ik dan genoeg brandweer en politie kan betalen. Ja, ik als gamemaker kan dan zeggen van ja, dat kun je doen zonder dat de mensen je stad uitgaan. Ik kan het ook tegenovergesteld doen. Dus je legt in die regels al heel veel mening. Je legt in die regels heel erg goed vast wat er wel en niet kan in het spel. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar die journalist, die kijkt naar wat er voor interactie is tussen de gamers. En die plukt uit die discussies zijn ideeën voor de verhalen. Dus die is niet aan die regels gebonden. En daarom werkt hij dus onafhankelijk. Je was een. Ben je het daarmee eens? Ik ben het wel redelijk mee eens. En aanvullend op jouw punt, Thomas, de spreiding is heel erg belangrijk. We hebben veel landelijke competities ook gedaan met ons bedrijf. En dan moet je gewoon een breed scala aan diverse namen aan je verbonden hebben. Of dat nou merken zijn, of in jouw geval diverse journalisten van verschillende achtergronden. Dat zorgt voor heel veel objectiviteit. Diversiteit, verspreiding, massa. Want we hebben ook competitie gedaan met één hoofdpartner. En dan was het gelijke probleem, werd bijna niet gespeeld. Alleen één partij achter zat. En dan, want dan doen de mensen het niet. Commercieel. Dat voelen mensen. Nou, dan is het, de regels zijn te gekleurd, is dan de gedachte die daar bij naar voren komt. Oké, dus regels rondom hoe de game is eigenlijk ontworpen zijn belangrijk. Dan even op inhaken, want ik denk dat waar games en nieuws elkaar raken, dat is bij user-generated content. Dus op het moment dat je in een spel zelf de loop van het spel kan beïnvloeden, dat is heel belangrijk. En bij nieuws is zeg maar de bijdrage die mensen zelf kunnen leveren aan het verhaal ook heel belangrijk. Dus ik vraag me af, want wat het probleem van nieuwsorganisaties nu is dat ze top-down werken. Er is ergens een hoge journalist, een hoge hoofdredactie en een uitgever. En die vertellen jou wel hoe de wereld in elkaar zit. Het risico is een beetje dat zo'n game dat ook doet. En dat je dus eigenlijk dat je je best moet doen om te zorgen, om erachter te komen hoe de makers vinden dat de wereld in elkaar zit. Dat is eigenlijk waar het net ook over ging.
En het zou natuurlijk mooi zijn als zo'n game wereldwijd zou kunnen draaien, dat er mensen in Afghanistan zelf invloed kunnen uitoefenen op dat verhaal. Dat bij wijze van spreken dan iemand zegt van ja, maar ik ben die Abdelkarim dingen enzovoort en ik ga jou een heel ander verhaal vertellen. Dus, dit is ik zie Thomas hard knikken. Ja. Nou ja, dat, wij zijn de slogan van de VJ Movement, waar we ooit mee begonnen zijn en waar dit game-idee ook op gebaseerd is, is there's more than one truth. En daarmee bedoelden we precies dat, wat jij nu beschrijft. Dat we dus bij elkaar willen brengen mensen, journalisten met heel verschillende perspectieven, die samen op één platform die perspectieven bij elkaar brengen. En daarom is dat netwerk ook, dat is in meer dan 100 landen, wat zeg je? Nee, voortdurend. Rondom allerlei onderwerpen en telkens weer aanvullen. En daarom is dat netwerk ook zo belangrijk als basis voor die nieuwsgame, want daar gaat dat ook in gebeuren. Dat, precies datzelfde principe hanteren we in die game. Ja, ik ben daar misschien toch wel iets voorzichtiger in. Ik denk dat er inderdaad meer dan één waarheid is. En in onze wereld die alleen maar complexer wordt, wordt dat voor iedereen telkens evidenter. Maar dat maakt volgens mij de rol van een journalist alleen maar belangrijker. Uiteindelijk heb jij de tijd en de mensen om je heen om iets boven tafel te krijgen wat andere mensen niet boven tafel kunnen krijgen. Dus ik denk nog steeds dat er echt een rol is voor zeg maar ouderwetse journalistiek en een rol voor de redactie. Dus ik ben wat voorzichtiger in het... Bedoel je in de games of hiernaast? Nee, maar dat is ook in de games. Dus dat je een game ontwikkelt en dat daar eigenlijk een stuk redactie op zit. Hè? Dus dat je keuzes maakt. Welke bronnen laat je er wel in en welke niet? Met welke partijen werk je samen en met welke niet? Welke verhaallijnen kies je? Dat je die keuze nog maakt als redactie van je game in plaats van als redactie van een krant, hè, of van een journaal. Dat is volgens mij nog steeds een waardevolle rol van een redactie die niet weg is op het moment dat er heel veel burger- of user-generated content beschikbaar is. Ja. Je hebt een vraag. Ja, ik ben ooit in games geïnteresseerd geraakt. Ik ben hoogleraar journalistiek aan de VU. Dus om te kijken van is het iets voor onze studenten om mee kennis te maken. En toen heb ik mij... bezighouden met al die 9-11 games die ontstaan. Nou, als er één soort game moralistisch is, is het dat wel. Dus je ziet dat van tevoren heel erg duidelijk is wie hoort tot de zijgroep en wie hoort tot de wijgroep. Als ik deze game, ik heb natuurlijk maar nog geen halve minuut gezien, zeg maar, bekijk, dan denk ik, ook daar zitten duidelijke journalistieke keuzes die vooraf gemaakt zijn. Zo van wie kan je vertrouwen en wie niet. Wie zijn de zijgroep en wie zijn de wijgroep. Wat ik het ingewikkelde vind, juist om journalisten op te leiden, en dat is wat ik doe, is dat je, ik probeer altijd journalisten zo open mogelijk te laten kijken naar samenlevingen. Om te kijken van nou kan je ook vanuit een andere invalshoek een verhaal maken of iets in ieder geval iets creatiefs maken wat je van tevoren nog niet kon bedenken. Nou, het ingewikkelde van die games is dat het van tevoren is bedacht. Dus dat het ziet er naar uit alsof er altijd een soort van totalitair systeem onderligt wat maakt welke keuze stellen als goed en welke niet. Matthijs. Jullie willen alle drie geloven. Ik heb hem niet. Ja. Nee, ik denk dat heel erg te maken heeft. Jij zei dat net ook. En jij gaat er ongetwijfeld ook ontzettend mee te maken krijgen. Dat is budget. Gewoon wat kun je doen voor het beschikbare budget? De veel grote blockbuster games, zoals je ze tegenwoordig speelt, heb je als speler veel meer vrijheid. Daar zit veel minder in van dat is goed of dat is slecht. Soms wordt het heel letterlijk gedaan, hè, van je maakt een karakter goed of slecht. Maar je krijgt veel meer de keuze om je eigen karakter te laten groeien, om je eigen verhaal te maken. Er wordt veel minder, je wordt veel minder een bepaalde richting opgedwongen. En ik denk dat je dat soort games, dat je die heel goed zou kunnen gebruiken voor het doel zoals u dat zojuist beschrijft. Alleen het probleem daarvan is dat op dit moment, over een tijdje niet meer, maar op dit moment spreek je dan over budgetten van 30, 40, 50 miljoen euro. En er is maar één game in Nederland gemaakt voor dat budget en de rest is allemaal veel lager. Dus... Even reageren op wat u zegt. Binnen deze game zijn er wel mogelijkheden om daarmee te spelen. Want je maakt uiteindelijk een item van 6 quotes, maar er zitten 50 quotes in een artikel of in een level. En er zitten ook quotes bij van mensen die jou een verhaal op de mouw spelen. En van je later ontdekt, nee, dat ligt genuanceerder. Of je hebt mensen die elkaar tegenspreken. En daar moet jij als gamer een beslissing nemen. Welke quotes ga ik gebruiken in mijn item en welke niet. Dus dat is een stuk opener dan wanneer je gewoon een artikel leest. Of een journaal item voorgeschoteld krijgt waarin die ruimte niet meer is. Dus je creëert wel meer ruimte voor nuance en voor tegenstellingen en voor hoor en wederhoor. Dan wanneer je het zeg maar plat aanbiedt als tekst, video of audio. Maar nog altijd inderdaad binnen de keuze die je maakt als...
Ja, nee, dat is waar. Ja. Ja. Ja, dat weet niet ook. Op... Ja. En zo hard zit het niet in de game. En er is ook heel veel ruimte om als je het gaat gebruiken om te kijken, joh, ik heb dit item gemaakt en jij dat item. We hebben dezelfde mensen gesproken, we hebben dezelfde situaties gehad, hetzelfde onderwerp en toch komt er een ander item uit. Dus het maakt dus heel erg duidelijk dat die keuze van de journalist heel erg bepalend is voor het verhaal dat je uiteindelijk aanbiedt aan je redactie. Dus er zit juist wel heel erg die spanning in van welke keuze maakt de journalist. En dus ook, okay. Ik had hier nog, zag ik ook een vinger. Als je dat op die manier beschrijft, dan is, laat maar zeggen, de taalafhankelijkheid die er in een dergelijke game zit, ook beperkend. Ik bedoel, als je het uitsluitend in beelden zou doen, of in het Engelse taal, om het maar even plat te zeggen, dan creëer je in ieder geval een ruimere gameervaring. Ben je het daarmee eens? Ik begrijp niet helemaal goed wat je vraagt. Misschien kun je nog een beetje toelichten. Nou, als het uitsluitend in het Nederlands plaatsvindt, zowel de, zeg maar, de opdrachten als datgene wat je als resultaat neerlegt, dan is in het Nederlands taalgebied in ieder geval de maximale omvang van de spelersgroep, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar dat bepaalt ook in diezelfde hoedanigheid als wat er net werd gezegd, dan, zeg maar, de insteek van de 9-11 games, wat goed en slecht is. Maar even plat. Dus de taalafhankelijkheid bepaalt dus blijkbaar ook in grote mate de regels, of hoe je het dan moet noemen, de onderliggende elementen in de game. Dat is zo, denk ik, ja. Ja, dat speelt, ja. Het speelt altijd, maar het speelt nu ook. Dat zijn gegevens waar je, denk ik, niet aan kan ontkomen. Maar ik kijk ook even naar jou. Nou ja, dat is wat ik net bedoelde. Van op dit moment ontkom je daar gewoon nog niet aan. Je kan nog niet een wat we noemen een populaire term in de gameswereld, de sandbox game, de zandbak. Je creëert gewoon een wereld met wellicht hooguit fysieke regels. En verder kunnen mensen doen en laten wat ze willen. En dat is ook, denk je, goed te doen voor de combinatie pers, of laten we zeggen nieuws en gaming. Ja, ik denk uiteindelijk wel, absoluut. En trouwens, heel even daarop... Laatste, dan moet ik nog even naar businessmodellen. Heel kort daarop voortbordurend, waar wij het net in de voorbespreking ook even heel kort over hadden. Je hebt dus ook games die regels niet meegeven, die wel gewoon een aantal dingen mogelijk maken of niet mogelijk maken. Een goed voorbeeld daarvan is EVE Online. Dat is een spel, daarin koop je een ruimteschip en daarin moet je gaan onderhandelen in de ruimte. En de makers hebben daar geen verhaal in gelegd. Wat er dus gebeurt is, honderdduizenden mensen spelen dat online. En dan komt er een gegeven moment, heeft iemand, wordt rijker dan anderen. Er worden schepen overvallen. Er ontstaan uit zichzelf, ontstaan daar facties. Er ontstaan complete oorlogen. Allemaal er niet ingelegd door de makers. Maar wat daar dan wel weer interessant is, is een terug naar de journalistiek, is dat op basis daarvan dus allerlei nieuwswebsites zijn verschenen. Zelfs hele tijdschriften die dus beschrijven welke oorlogen er in de afgelopen periode zijn gespeeld. Want mensen moeten zich in één keer aansluiten bij een factie en weten niet wie leidt die. Er is ergens een speler die is gekozen tot leider van die factie. Dus je krijgt serieuze journalistiek op basis van een heel virtuele wereld. Dus dat is een beetje een omgekeerd voorbeeld van games en journalistiek. Dat is mooi, Thomas. Ja, als ik daar nog één ding op mag inhaken, want de gedachte in de nieuwsgame die wij aan het ontwikkelen zijn, is ook dat correspondenten dus keuzes kunnen maken van we gaan samenwerken of we gaan elkaar beconcurreren. En dat, ik hoop niet dat ze elkaar de virtuele kop inslaan. Maar we mikken er wel op dat er een dynamiek ontstaat tussen al die spelers. Van concurrentie, van samenwerking, van dingen delen of van juist niet dingen delen. Keuzes die ook weer consequenties hebben verderop in het spel. En dat is eigenlijk ook een beetje waar jij het nu over hebt op een veel grotere schaal. Willen wij dus ook in die game wel mogelijk maken. Je had ook een vraag. Gaat het over het journalistiek of over het business? Heel kort dan. Is het zo dat, Thomas, jij eigenlijk veel minder regels in je spel legt en daarmee meer de inhoud van de journalistiek wil over de bühne wil krijgen? Anders dan daar waar jij het mediawijsheid van journalistiek over de bühne wil krijgen? Als ik het iets anders mag formuleren, is bij ons zo dat de inhoud van de journalistiek niet gekoppeld is aan de regels van het spel. Oké, okay, is duidelijk. Wat ook nog een heel onderscheid is, er werd net genoemd iemand dat er twee trends zijn, storytelling en
en megadata. Dat, ik denk dat jij ook meer de megadata kant zit en wij meer aan de storytelling kant. Dat is volgens mij ook wel een helder onderscheid. Dat is een mooi onderscheid. Ik wil even nog heel kort, want de tijd schiet voort. De business kant ervan, jij zegt dat kost verschrikkelijk veel geld, die grote dingen. Dus die leuke zandbak die je beschrijft, is heel duur. Toch, want eigenlijk, want de nieuws en de gamesindustrie hebben met dezelfde dingen te maken. Er is veel gratis, maar de gamesindustrie weet er wel op een of andere manier mee te verdienen. En de pers heeft daar heel veel moeite mee. Kunnen jullie daar wat over vertellen, van wat voor financieringsmogelijkheden? Hoe de gameindustrie die valkuil ontloopt? Ja, Tom? Heel kort aan het meest populaire businessmodel binnen de gamesindustrie is op dit moment free to play. Letterlijk vertaald als gratis om te spelen. Dat klinkt heel paradoxaal. Maar daarmee kun je dus veruit het meeste geld verdienen. Wat je doet is, je maakt een spel dat eigenlijk helemaal af is. Dat je ook gewoon helemaal kunt spelen. Dat geef je gratis weg, online of als app. Nou, als mensen er iets meer mee willen doen, of ze willen iets sneller ergens komen, ze willen sneller een huis kopen. Dan kunnen ze met echt geld spelgeld kopen, monopoliegeld, in-game currency. En dat gaat vaak in eerste instantie om hele kleine bedragen. Dan moet je voorstellen dat je met 50 cent, een aankoop van 50 cent, 2 uur speeltijd kunt overslaan en 1 keer dat huis in die stad kopen. En dan denk je, ja, 50 cent, ik vind het een leuk spel, waarom niet? Nou, je ziet dat dat dus het model is waar eigenlijk bijna ook de wat grotere publishers, die zijn ermee aan het experimenteren. En dat werkt ontzettend goed. Dus juist het gratis model, wat lijkt alsof dat de doodslag is voor de media, zie je nou in de gamesindustrie dat juist enorme kansen biedt. Maar zie je dat vertaald naar dit soort achtige games, waar dus dat model versmelten met... Wij zijn dit is dus inderdaad ook een van de modellen die er bij ons in gaat zitten. Bijvoorbeeld een correspondent start vanuit Nederland en wil in Australië een verhaal gaan maken. Daar doet hij 36 uur over real-time. Maar dan kan hij kopen dat hij er sneller is. En dat soort kleine dingetjes, en dan kan je dus meteen doorspelen. Nou, en dat zijn dan echt hele kleine bedragen waar je het over hebt, waardoor mensen dat dus inderdaad doen. Om even een cijfer, wat ik laatst las, correct me if I'm wrong, want ik ben niet helemaal de specialist, maar 13% van de mensen die gamen op dit moment, zijn ook bereid om, en doen dat dus ook, betalen. Online gamen. Online gamen. Betalen voor dit soort dingen. En de verwachting is dat het volgend jaar 25% zal zijn. En dat zijn dus enorme groeicijfers. En dat is gewoon op dit moment aan de hand in die gaming-industrie. Dus en dan heb je het nog niet gehad over dingen als product placement, waar ook een hoop mee te doen is en wat ook een enorme groei laat zien. En bijvoorbeeld, wat we net nou hadden over het taalprobleem, licenties van gaming in andere taalgebieden. Ik kan niet in het Russisch die game neerzetten, maar een Russische partij die dat wel goed kan, die kan wel een licentie afnemen bij een gamingpartij. Nou, ook over dat soort dingen kan je nadenken. En in het geval van ons met de newsgame zijn natuurlijk ook allerlei persbusinessmodellen die gewoon te hanteren zijn, maar dan voor de game. Maar ik noemde net bijvoorbeeld de New York Times die zich gemeld heeft. Die heeft zich gemeld omdat ze weten uit onderzoek dat een pagina waar zoiets op staat 4 keer zoveel waard is voor adverteerders dan een pagina waar dat niet op staat. Nou, dat mogen ze plaatsen, maar daar betalen ze ons voor. Dus niks free content op dat moment. Nee, daar willen wij dus een stuk van de koek ook hebben. Maar voor de New York Times wel free, want ze hebben dan meer advertentieinkomsten. Precies. Ja, dan kom je toch weer terug bij de advertenties. Ik zou even denken, kijk, het is met gaming ook heel erg belangrijk dat je mensen boeit. Want dat is de reden waarom ze gaan betalen. Dat geldt ook voor journalistiek ook. Op het moment dat je ze boeit, kan je ze een stukje verder in je verhaal meenemen als ze daar eventueel voor willen betalen. Dat is eigenlijk waar alle paywalls op gebaseerd zijn. Dan ben ik ook wel benieuwd, dit gaat allemaal over hele dure oplossingen. Terwijl ik denk, er zijn op dit moment interactieve mogelijkheden op YouTube. Je kan gewoon filmpjes opzetten, je kan daarop laten klikken, je kan ze naar een ander filmpje laten doorklikken. Dat kan je in principe, een camera van 80 euro. In feite kan je nu al op YouTube interactieve video's maken. Voor heel weinig geld. Hebben jullie daarmee geëxperimenteerd? Want dit gaat gelijk over miljoenen of duizenden. Goed, goedkope oplossingen, jongens. Ja, het is wel interessant, want wij zijn ook wel echt aan het zoeken naar hoe we op lange termijn dit soort dingen kunnen blijven doen. En we zitten nu vooral met licenties te werken. Dus scholen die betalen ons een klein bedrag per leerling om te kunnen gebruiken.
Dat werkt, maar onderwijs is net als journalistiek een... Dat is ook een heel klassiek, educatief uitgeversmodel trouwens. Ja, dat klopt. Ja. En dan kan je ook doen met het buitenland. Hè, wat jij zegt, dat je net de buitenlandse partij zegt, nou, we willen het wel gebruiken. Neem het over tegen een licentievoorwaarden. Maar we hebben op basis van deze game ook een kleine tool ontwikkeld waarin je eigenlijk zelf zo'n interactieve 360 graden foto kan maken met waarin je zelf video, tekst en andere dingen kan hangen. En dan kan je eigenlijk al vrij snel inderdaad zelf je eigen interactieve omgeving bouwen. Echte game elementen daarin is wel lastig hoor. Dat moet iets achter zitten dan, hè? Iets van competitie, scoring of... Ja, dus het bouwen van omgevingen en het dus de beeld en tekst en al die dingen koppelen, dat wordt telkens makkelijker en dat kan ik heel goedkoop inderdaad. Maar om er echt dus een gamelaag in aan te brengen, dat is nog wel lastiger. Daar zijn nog weinig, voor zover ik weet in ieder geval, zijn daar nog weinig standaard gebruikbare dingen voor ontwikkeld. Pak even de microfoon. Oh, sorry. Ja. Een spel dat heet Heavy Rain. Dat is 2 of 3 jaar geleden uitgebracht voor de PlayStation. In dat spel moet je dus ook de hele tijd keuzes maken. En heeft iemand dat hele spel opgenomen. Heeft hij helemaal op YouTube gezet. En elke keer als er een keuze gemaakt moet worden die je normaal in het spel, dus op je PlayStation maakt, kun je dus klikken op het YouTube filmpje en dan gaat hij automatisch naar een ander filmpje wat dan hoe dat spel zich zou ontwikkelen als waar je het speelt op de PlayStation. Maar vergis je niet, de techniek is maar dit. Ik bedoel, tekstverwerkers bestaan ook al ik weet niet hoe lang. Maar een goed bezochte website, ja, die heeft een goed bezochte nieuwswebsite, die heeft gewoon zeer goede journalisten nodig, heeft zeer goede verhalen nodig. Dus zelfs al ga je met je 80 euro camera aan de slag, dan moet er nog heel erg veel tijd, dan wel duur talent achter zitten. Dus ik weet niet, het kan allemaal iets goedkoper, dat is waar. En wat je in de gamesindustrie op dit moment ziet, is dat er heel veel tools heel goedkoop ter beschikking komen. We noemen dat engines, 3D-engines. Vroeger moest iedereen zijn 3D-engine zelf helemaal programmeren. Tegenwoordig, ja, je koopt er een, je gooit er wat 3D-modellen in. En je kan eigenlijk verder gaan met waar het om gaat, namelijk het ontwikkelen van de spelregels, het verhaal, noem maar op. Maar ik denk... Ja, dus de kosten gaan omlaag van het ontwikkelen van spelen, dat is wat je zegt. De kosten gaan verder en verder en verder omlaag aan de onderkant en verder en verder omhoog aan de bovenkant. Dat is in feite de paradox. Het midden zal eruit, dat is, ik weet niet of ik dat die mening zelf heel erg deel, maar dat is wat de meeste analisten in de gamesindustrie nu zeggen. Je krijgt hele grote, dure games die met hele grote werelden die ontzettend gedetailleerd zijn. En je krijgt een hele onderlaag met games die je een uur of twee speelt. Die heel klein en goedkoop zijn om te ontwikkelen. Laatste, en dan gaan we afronden. Ik denk dat het ook kan worden toegepast op het gewone journalistieke verhaal. Je kan bijvoorbeeld met iemand afspreken, een interview met een bekende Nederlander, kan je 4 verschillende versies van opnemen. Waarbij je dus inderdaad zegt, van, nou, deze vraag kan ik stellen, deze vraag kan ik stellen, deze vraag kan ik stellen. Een paar keer achter elkaar. Dan kan je daarmee ook de kijker laten sturen welke vragen die wil stellen en beantwoord wil zien. Dat is bijvoorbeeld een heel simpel game wat je volgens mij een uurtje extra werk kost met een kleine camera. En dan heb je volgens mij al een immersie. Dus je mag het idee gratis van me hebben. We gaan het zelf ook uitvoeren. Maar... Nou, allerlaatste dan. Kijk, wat jullie doen is jullie maken deel uit van de gamification-beweging. Hè? Dus dat mensen iets pas interessant wordt vinden als het in spel wordt omgezet. Dus ik vroeg me af, de ethische kant ervan, hebben jullie daarover nagedacht? Wat het betekent dat werkelijkheid eerst een spel moet worden, willen mensen er weer kennis van nemen? Het is wel een simpele vraag, maar ik denk dat het antwoord niet zo makkelijk te geven is. Dus ik weet niet of ik kijk ook even naar jou, want we zitten... Anders dan zoeken jullie elkaar even op. dat is dat. We moeten naar de grote zaal. Mag ik jullie allemaal een heel kort antwoord. Tip voor de nieuwsindustrie. Ja, daar ga ik even misbruik van maken om inderdaad heel kort,
Heel kort mijn kleine Man on the Moon verhaaltje te vertellen. Ik geloof dat binnen nu en 10 jaar je dat de nieuwsuitzending er als volgt uit kunt zien. Je ziet op dit moment wel eens als je naar Studio Sport kijkt, dat het spel wordt stilgezet, dat ze de camera draaien en dat je dus anders naar het veld kan kijken dan dat het is opgenomen. Over een tijdje zie je dat met bijvoorbeeld grote demonstraties, waarin je zelf dan vervolgens daartussen kan lopen en jezelf je positie bepalen op basis van 3D-beelden en dan dus kunt bepalen van ik vond dit wel of niet bedreigend, dus de politie heeft wel of niet terecht opgetreden. Ik denk dat je daar uiteindelijk naartoe kunt gaan en dat is volgens mij de ultieme samensmelting tussen nieuws en games. Dankjewel. Zeker snel. Een beetje in die lijn. Volgens mij zijn er nu met augmented reality, met 360 graden film, met allerlei mogelijkheden waarin je zelf interactie kan toevoegen aan beeld. Er zijn zoveel dingen mogelijk. Je hoeft niet eens heel erg creatief te zijn om echt leuke dingen te verzinnen die je kan doen als journalist of als redactie, om echt iets op een andere manier en daardoor misschien op een betere manier je verhaal te brengen. Dus er is volgens mij de komende, jij hebt het over 10 jaar, maar ik denk de komende 2 jaar is er al zoveel mogelijk dat je gewoon lekker gaat proberen. Lekker gaan proberen, dat is duidelijk. Jij gaat ook lekker proberen? Ja, ik sterf liever als de man die 10.000 keer ontdekt heeft wat er niet werkt, dan als de man die dat nooit geprobeerd heeft. En ik denk dat de media dat ook moeten doen. Lef, gewoon gaan doen. Goed, dat was het. Dank jullie wel. En we gaan terug naar de grote zaal, geloof ik. Als jullie nog vragen hebben, deze heren zijn er volgens mij ook nog. Ja. Zo dadelijk. Dus, en er is in ieder geval 1 discussie gaat er gevoerd worden over ethiek. Op het sluiten van de markt kwam die nog. Dat is mijn favoriete onderwerp. Dank jullie wel en nog een fijne dag.